Boeren eindspel. Een hoorspel van Johan van der Woude. Tijd 1949. Jeannette. Jeannette. Is daar iemand? Ja. Kunt u niet bellen? De deur van de toren stond open. Hoe beziet u zomaar hier binnen de stad? Nee, maar... Jij, Simon. Wat doe jij hier? Dat kan ik ook van jou zeggen. Jij hier, Maria. Waar is je zuster? De stad in. Hoe kom jij hier verzeild? Ik lig aan de jachthaven. Hoe kom jij hier verzeild? Ik logeer bij Jeannette. Jullie staan dus op goede voet met elkaar. Oh ja, we hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Niet altijd. Dat is met iedereen wel eens wat. Dat verjaart. Ik kom zomers altijd een poosje bij haar. Om deze tijd, in juli. Nu is het hier het mooist. Wat een kabaal maakt die torenklok. Je bent eraan. Weet je net dat je zou komen? Heb je haar een bericht gestuurd? Dan zou ze je dat hebben gezegd. Zoiets doe jij ook niet. Jij stuurt nooit bericht. Ik was er niet zeker van dat ik het avondje zou aanlopen. Dat zal wel. Maar toen ik die toren weer zag... Dacht je, kom aan, we gaan eens kijken hoe het met Jeannette is. En dan woont hij zo mooi. Met het uitzicht op de haven. Met het stadje. Op het water en de strekdam. En op de gevangenis daar ginds. Die wordt niet meer gebruikt. Waar is Jeannette naartoe? Weet ik het, boodschappen doen, bezoekjes. Wat moet je van me? Ze heeft het allemaal anders ingericht hier. Moderne stoelen in de eetkamer. Alleen de oude kastje staat erop. De nerklappen aan de muur. Er is ook last dat we kunnen doen. Maar hier is het wel erg modern. Waar zijn de kusselkast? De Biedermeijerbank gebleven. Dat koper. De tin. Ze heeft al het antieke spul verkocht. Behalve de buiskachel. Trekt de schoorsteen nog zo miserabel? Het is haar huis. Misschien wou ze een nieuw leven beginnen. Ben je alleen of met een vriendin? Je hebt immers graag een vrouw aan boord. Ik kan het schip best alleen hanteren. Waar kom je vandaan? Van de Wadden. Een paar dagen geleden was het erg slecht. Viel nog wel mee. Je was natuurlijk wel van plan hier te komen. De wind was gunstig. We hebben met dode gemak voor de wind van de sluizen hier naartoe gezet. Jij bent nog net zo mager als vroeger. Je haar is nog pikzwart. En ik heb viooltjes blauwe ogen. Maar ik ben wel ouder geworden sinds ik je voor het laatst heb gezien. Een hele tijd geleden. Kijk niet zo naar me. Hindert je dat? Ga je gang. Jij bent helemaal niet ouder geworden. Met zo'n slank figuurtje. Schonkig en fel over been. Zei je vroeger. Dat vond ik toen helemaal niet leuk. Op mijn leeftijd is het een meevaller. Jij bent nu, nou, je moet 34 zijn geworden. Jeannette is 34. Ik ben 2 jaar jonger dan zij. Jij bent tegen de 40. Maakt het niet erg. Jouw haar. Dat weet ik. Zwarte krulletjes staan prachtig bij viooltjes blauwe ogen. Bracht je een trouwring? Ik heb je kaart gestuurd. Ten veel op reis. Je hebt ook niets van je laten horen. Had je dat verwacht? Je moest het wel weten, vond ik. Je man is dokter? Op het platteland. We wonen in een mooie streek met bos en bouwland. Maar er is geen water in de buurt. Alleen vennetjes en poeltjes in de hei en daar hou ik niet van. Kinderen? Oh nee. Wat voel je dan de godganse dag uit? Doe je soms de apotheek voor je man? Dat schijnt lucratief te zijn. Hoe had je het? Je had een goede baan op je bank. Ik ben apothekersassistent geworden om mijn man. Ik had er schoon genoeg van alleen te zijn. En hij is erg goed voor me. Maar in de zomer ga je hier naartoe. Nu en dan moet ik water zien en varen. En naar je zuster? Tuurlijk. Ik heb al een paar dagen gezeild.
We wilden de zee op, maar het werd slecht weer. Met Jeanette? Jeanette houdt er niet van. Met een vriend uit de stad. Die heeft een aardig scheepje, maar het is niet zeewaardig. We zijn bij de sluizen blijven liggen. Wat voer jij uit? Nog altijd bij die antiquaire, nog obscure veilingjes op zoek naar oude meesters? Ik vind wel eens iets dat het moeite waard is. Echt of vervals? Het is vaak moeilijk te beoordelen. Jij bent wel ouder geworden. De kleur is uit je haar en je gezicht is verweerd. Je zult wel veel op het water zijn. Wat doet ze net tegenwoordig? Ze werkt op de Kamer van Koophandel. Dan is ze destijds al weggegaan. Of met verlof gestuurd. Of ontslagen. Ze hebben haar al gauw weer teruggehaald. Het is heel goed voor haar werk. Wil je op haar wachten of terugkomen? Is ze... Ze veranderd, zo net? Oh ja, dat zul je wel zien. Heb je gegeten? Aan boord. Waar ligt je schip? Nou, kom maar eens kijken. Hier. Je kunt het van hier zien liggen. Maar de tweede stijg. Die zwarte romp. Hier. Een zelflozende kaart met een schommelend kompas. In de kajuit een keukentje aan stuurboord en een bankboord een kombofje waar je op de kaart de koers uitzette. Twee slaapbanken en in het vooronder zeilen een touw en een reserveanker. Het is een zeewaardig schip. Met gaffeltuig, fok en kluivers. Ik heb nou een marconietuig. Met halfwinder en spenaken en een boegspriet, gesteund door drie dikke stagen. Waar je wel eens op ging staan als een boegbeeld. Het was heerlijk. Maar s'nachts was je bang als we in de route lagen en de grote scheep ons passeerde. Dan richtte jij de schijnwerper op het groot zeil, zodat we ons goed konden zien. Ik kon niet slapen van het geluid van de golven langs de romp. Ik wilde eraf en kon niet. Wil je wat drinken? Ja, goed. Whisky? Soda? Nee. Maar nou, toch maar. Zoeken, hè? Ja, hoofdvogel. Heb jij een vrouw? Bedoel je of ik getrouwd ben? Nee. Ik kan me jou niet voorstellen zonder vrouw. Deze of gene. Maar niet lang, niet voor altijd. Of wel? Was ook veel gevraagd, weet je niet? Kun jij beter weten dan ik? Jij bent getrouwd. Nog niet lang, maar misschien wel voor altijd. Natuurlijk. We hebben het best samen. Jij kent hem niet. Het was ook maar beter dat je niet van je hebt laten horen toen we zijn getrouwd. Maar ik heb wel gekeken of je misschien op het stadhuis was. Ik heb erover gedacht te komen. Wat had je dan gedaan? Nou, wat je gewoonlijk doet. Het bruidspaar feliciteren. Ben je niet een beetje nieuwsgierig naar hem? Nee. Hij is er natuurlijk, maar zolang ik hem niet ken, bestaat hij voor mij niet. Het is belachelijk. Hoe lang ben je er dan? Dat weet je wel, 2 jaar. Hoe lang ben jij hier? Een paar dagen. Heb jij of Jeanette me dan iets te binnen lopen? Ik zit waarachtig niet naar jou uit te kijken. Ja, dat is ook een schemerig. Je bent al een poosje hier en juist vandaag kreeg jij het in je hoofd Jeanette op bezoek. Wat bedoel je nou met juist vandaag? Is dat iets bijzonders? Eerst wilde ik helemaal niet. Maar vandaag dacht ik, kom aan. Ik wou me misschien nog wel net zoals als vroeger. Dan zal het je wel teleurgesteld hebben. Het milieu is grondig veranderd. En Jeanette zelf ook. Ja, blijkbaar heeft ze ook de gewoonte veranderd. Vroeger kwam ze van haar werk en had ze in de stad of zat thuis. Was onder de douche de dag van zich af en verkleedde zich dan in een vrouw die zich voorbereid op de avond waarin van alles kon gebeuren. Zij zegt dat ze 's avonds pas begint te leven. Zoiets als dagdromen in de avond. Als het op de toren waait en die krok de uren slaat. Ze verwachtte altijd iemand. Dat weet er niet hoe wie. Dan zou het je wel zijn tegengevallen dat je mij zag in plaats van haar. Nee. Nee, het was zelfs geen verrassing voor me. Bovendien, jij stond s'avonds naar je werk niet onder de douche. Jij hebt nooit neiging gehad de dag van je af te wassen en jij hoopte niet dat er samen met iemand zou komen. Of verwacht je vandaag misschien een man? Hij kan niet weg uit zijn praktijk. Was het een verrassing voor jou dat je mij zag?
Nee, eigenlijk niet. Misschien heb ik er toch wel aan gedacht dat je zou komen. Nu, of het volgend jaar. Vroeger wist ik het als ik wakker werd of je die dag zou komen. Jij schreef nooit. Jij kon niet goed een afspraak maken, want dan moest je hem houden en dan wilde je het niet. Maar ik wist het 's morgens al. En durfde er niet goed aan te denken uit angst dat ik je er daardoor weer vanaf zou houden. Uit te vechten? Dan moet je niet om lachen. Het was niet prettig. Want ik wist het ook, als je het van plan was en het niet zou doen, dan kreeg ik een gevoel alsof ik moest opstaan en het niet kon. Vandaag had ik het niet. Maar ik heb je in geen jaren gezien. En in geen tijd aan je gedacht. Oude vrienden noemen jouw naam niet tegen mij. Bovendien ben ik getrouwd met een man die niet zo onberekenbaar en onbetrouwbaar is als jij. Hij is een heel goed medicus en een onbaatzuchtig mens. Hij is heel lief voor me en ik deel zijn werk. In de apotheek? Maak het niet belachelijk, alsjeblieft. Jij kunt je niet in een vrouw verplaatsen. Je hebt me in de steek gelaten en je kunt je er geen voorstelling van maken wat ik wil zeggen als je niet kunt slapen omdat je niet weet wat je verkeerd hebt gedaan. En helemaal niet weet wat het voor jou betekende. Of jullie wij soms niet van elkaar. We waren verliefd. We pasten bij elkaar. We konden niet genoeg van elkaar krijgen. En gingen slapen. Je bent nooit bij me blijven slapen, behalve... Daar hou ik niet van. Nee, daar hield jij niet van. Behalve die keer op de zolder van het pakhuis. Toen moest je wel. Jij verdraagt een vrouw zolang je haar het hof maakt. Maar daarna werd je een vreemde die mij koosterlijk op een afstand hield. Mijn man is anders. Zijn de rollen omgekeerd? Hou je hem intussen poos op een afstand? Hij heeft een drukke praktijk en wordt er 's nachts vaak uitgehaald. Slaapt hij bij jou? Ik wil niet dat je over hem praat. Ik heb hem ook nooit iets over jou verteld. Oh, dat zullen onze wederzijdse vrienden wel hebben gedaan, want de verhouding die 5 jaar heeft geduurd. Ik was 25 toen je me in de steek liet. Dat was midden in de oorlog. We konden niet bij elkaar blijven. We hadden allebei andere dingen te doen. Je hebt me alleen gelaten toen ik je niet kon missen. En ik kan het je niet eens verwijten, want het zou puur toeval zijn geweest of een gelukkige bestiering als je wel was geweest. Ik heb het alleen moeten doen. Wat heb jij alleen moeten doen? Dat kan ik je niet vertellen. Nu niet. Nu nog niet. Maar als je er wel was geweest, zouden we nooit uit elkaar zijn gegaan. Nooit? Nee. Wil je het niet zeggen? Ik mag het niet, geloof ik. Nog niet? Later misschien... Je bent er ineens weer. Misschien is dat toeval of bestiering. Schenk me nog eens in. Ik heb een hartversterking nodig. Je bent er. Straks komt je net thuis en dan zit je er weer middenin met haar en met mij. Het is natuurlijk mooi weer. Kom eens kijken, Simon. Er komen nog schepen binnen. Een boeier. En een tweemast schoenetje. Het is een Engelsman. Hij gaat in de wind. Hij strijkt de zeilen. Doet raam zo. Ze gaan veranken. Het is een hele mooie juli maand. De barometer staat hoog. Blijf je nog een poosje? Waarom niet? Weet jij welke dag het vandaag is? Woensdag. Het is 16 juli. Zegt u dat iets? Ik heb jou in juli leren kennen. Op een feestje van vrienden waar jij logeerde, dat bedoel ik niet. 16 juli. Die dag was je er niet. Dan moest ik het alleen doen. Het is vreemd dat je juist vandaag weer opduikt. Het is warm buiten. Tussen deze dikke muren blijft het altijd koeler. Zin speel niet tegen Jeannette op die dag, niet op de 16e. Waarom niet? Beloof het me, doe het niet alsjeblieft. Herinner je dat feestje nog? Ja, ja. Jij was 20. Ik wilde er eerst niet naartoe, maar ik ben toch gegaan. Jeannette was er ook. Ze mocht je niet. Ze vond het idioot van dat ik de volgende dag met je meeging en dat we een paar dagen gingen zeilen. Jeannette vertrouwde je niet. Ik was ook wel een beetje bang voor je. Voor iedere man. Ik had nog niet veel beleefd.
Vond je dat daar? Dat weet ik niet meer. Weet je dat niet meer? Ik vond het wel erg voor jou. En nog meer voor mezelf. Ik was verschrikkelijk geremd door verhalen van mijn moeder. En de toestand bij ons thuis. Mijn moeder gruwde van een man. En ooit een vriendin van mijn vader bij ons. Ik was bang voor gefluister en stilte in de kamer naast de mijne. En voor het stenen gezicht van mijn moeder. Als mijn vader op een middag fluitend naar beneden kwam en die vrouw een poosje na hem, helemaal opgedoft. Ik was bang voor zijn handen als hij me op schoot trok en zei, ik moet je schoot knuffelen, je wordt te groot. Toen heeft mijn moeder hem en zijn vriendin de deur uitgezet en is gescheiden. Ik vond hem griezelig. Ik werd al bang als ik dacht aan een man in mijn bed. Vond je het erg? Ik heb er weinig van gemerkt. Hoe was ik dan? Heel mooi. En aantrekkelijk. En aanhankelijk. Jeannette is veel mooier dan ik. Zij is groter en forser. En zij is van voren en van achter een vrouw. Ik blijf een scharminkel. Ze kleedt zich ook erg modieus veel beter dan ik. Ik wist toen geen raad met mezelf. En helemaal niet met jou. Vaak het land aan je, want je liet me maar kletsen en ging weg als het jou zo uitkwam. Ik had niets aan je. Je vroeg nooit iets en het kon je geen steek schelen toen ik een andere vriend had. Maak je zonder de trouw? Ik ben getrouwd. En niet met jou. En ook te laat om nog kinderen te willen hebben. En je man? Hij wil het ook niet. Hij is ouder dan ik. Zijn beroep valt hem zwaar. Hij is een pessimist. En hij vindt dat je in deze tijd geen kind op de wereld mag zetten. Jeannette had nog best kunnen trouwen. Na die 16e juli? Ja. Waar was jij toen? In 44. Ik weet het niet. Ben je zo kort van memorie of heb je het weggedrukt? Zal ik je geheugen eens opfrissen? Jij was al een poosje in het stadje. Jij moest iets te weten komen over de bewaking van de gevangenis en over de marineschepen die hier lagen en langs de kust patrouilleerden. Jij hebt 2 dagen voor dat venster daar gezeten. Kom eens mee. Kijk nog maar eens goed. Dan zul je het wel weer herinneren. Je kunt de dijk zien en de gevangenis en het hek op de dam erheen en 1 muur met de getraliede vensters. Daar zaten ze niet waar. En daar ginds was de lichtplaats van die marineschepen. Er is nog een ingang van die gevangenis. Een poortje aan de andere kant vlak boven het water. Jij had de tekeningen, toch? Kom, streng me eens in. Het waren goede tekeningen. De plattegrond van de hal, van het daglokaal, van de trappen, de galerij en de cellen. Oh, het leek heel eenvoudig, maar dat was het niet. Jeannette wilde niet dat ik nog bij haar kwam. En ze wilde ook niet dat jij nog langer bleef. Ze vond het te gevaarlijk met al die Duitse mariniers vlakbij. Ik moest weg, zei ze. Ik moest zo gauw mogelijk weg en ze gaf me toen de sleutel van een pakhuis in de binnenstad. Jij was daar al, zei ze. Een leeg pakhuis met smalle trappen naar de zolders. En een ladder naar de vliering. Er stond eten en drinken en er was een eenpersoonsbed voor ons tweeën. Toen ben je voor het eerst bij me blijven slapen. We zijn er gebleven tot het oude mannetje kwam. En daarna was je ineens weg. Zonder me iets te zeggen of bericht achter te laten. Ik had alles, ik wist alles en ze wachtte op me. Dat was de 15e juli, Simon. 1 dag te vroeg voor mij. Waar heb je het over? Jij vertrouwde mij niet meer. Waarom zou ik jou niet meer hebben vertrouwd? Omdat Jeannette mijn zuster is. En na die dag heb ik je ook niet meer teruggezien. Want het was uit tussen ons, is het niet? Draai er niet omheen. Doe er immers niks meer toe. Ik dacht niet verder dan aan de dag van morgen. Maar nog niet eens zover. Ieder van ons leefde bij het uur en onze verhouding bestond bij de gratie van het toeval. Toeval dat ons niet gunstig gezind is geweest. Je bedoelt dat onze verhouding niets voor je betekende? Of zoveel dat ik hem niet in de waarschouw wilde stellen. Met de kans elkaar uit het oog te verliezen, bij toeval een ander tegen het lijf te lopen en weer een ander? Met de kans in de val te lopen door te veel op jou te vertrouwen, Maria. Jouw vader was een collaborateur. Hij is na de oorlog veroordeeld. Jij en ik hebben ons overgeleverd aan Jeannette en ik wist niets van haar. Alleen geruchten van mensen uit de stad. Geruchten? Ze is vaak gezien in gezelschap van een Duits officier. Waar?
op de kade. Maar Jeannette heeft je de tekeningen van de gevangenis verschaft. Zij heeft ons die schuilplaats in het pakhuis bezorgd, waar jij alle gegevens hebt gekregen over de tijden dat de wacht van de gevangenis werd afgelost, over de bewaking binnen het huis en wanneer de marineschepen patrouilleerden. Alles wat je nodig had. Die gegevens heb ik niet van Jeannette gekregen. Maar ze moet hebben geweten dat je ze kreeg en van wie. Dat hoop je. Maar weet je het zeker? Ik heb er niet naar geïnformeerd. Ook niet bij Jeannette zelf? Nee. Durfde je dat niet? Was je misschien bang dat je je in huis hadden vergist? Bang voor die geruchten over een Duitse vriend? Ik weet het niet. Wat zou jij hebben gedaan? Wat ik heb gedaan? Ineens verdwijnen en mij met de rotzooi laten zitten. Welke rotzooi? Jeannette zou jou nooit hebben verraden. Mij misschien wel, maar jou nooit. Heb me toen in de steek gelaten. Mij en onze... Wat was het voor jou? Liefde? Of een verhouding met een vrouw die je aantrekkelijk vond en die aanhankelijk was en die jij zo'n beetje op haar benen hebt gezet. Ik kon er niet tegen alleen te zijn en niet te weten of je mij nodig had, zoals ik jou. Daarmee heb je me in de armen van anderen gejaagd. Ik minachtte mezelf omdat ik zo aan je gebonden was. Je maakte me steeds zo vervloekt verlegen en dan kon ik niet uit mijn woorden komen en wist ik niet wat ik tegen je zeggen moest. Je was altijd erg spraakzaam. Maar het was ook voor jou, Marja. Liefde. Of een verhouding. Bewustzijnsvernauwing. Hoe was het bij die andere in wie arm ik jou gedreven heb? Wat gaat je niet aan? Hoe is het bij je man? Je kunt niet in zijn schaduw staan. Hij heeft meer respect voor mij dan jij ooit hebt getoond. Slaap je bij hem? Je wordt er zo vaak uitgehaald. En ik slaap slecht. Ik slaap gewoon slecht. En geen kinderen. Dat heb ik jou gezegd, nee. Ik wil ze niet meer. Oude ouders is niet goed. Destijds wel. Van jou. Maar dat ging niet. Vond jij dat dat niet kon? Over vertrouwen heb je het nooit gehad. En ik wilde het je niet vragen. Dacht je dat ik het niet zou hebben gewild? Je hebt het me toch niet gevraagd? In die tijd? En bij het werk dat we deden? Maar ik ben zwanger geweest, Simon. Ja? Van wie? Van mij. Van jou! Ik heb het laten wegmaken, hoor je. Je was er toen weer eens een paar maanden niet en ik heb het je niet gezegd. Nee. Ik heb er verdriet van gehad. Want je hebt het niet eens allemaal gemerkt. Jij woonde toen in dat tuinmanshuisje. De muren waren wit gekalkt en op de schoorsteen stond een windvaan, die bijna net zo erg knarste als de mechaniek van de klok hier boven ons hoofd. Is er een whisky? Wil jij ook? Ja. Dat huisje dat... Alsjeblieft. Dat huisje lag in een park met hoge bomen en een bloementuintje eromheen. We hebben er wel eens iemand naartoe gebracht die een poosje moest verdwijnen en door jou goed werd verzorgd. Hij vond je een prachtmeid die voor de duivel nog niet bang was. Ik ben altijd doodsbenauwd geweest. Hij vond je een prachtmeid, ook in bed. Na hen hebben jullie nooit meer iemand bij me gebracht? Jawel, een paar keer een vrouw. Heb jij daarvoor gezorgd? Ik had liever niet dat je met een ander naar bed ging. Ik ken de dokter die je heeft geholpen om van het kind af te komen. Waarom moet je dat nu weten? Je maakt het alleen maar erger voor me. Dan had ik het je toch moeten zeggen. Ik ben nooit een pessimist geweest en je had het dus niet mogen laten doen, Maya. Wat betekende onze relatie eigenlijk voor jou? Jij hebt er nooit aan gedacht met me te trouwen. En nu zeg je dat ik het kind had moeten krijgen. Zeg je dat zomaar of meen je het? Natuurlijk meen ik het, maar je hebt het voor me verzwegen. Ik dacht dat ik jou niet meer lastig mocht vallen. Ik kreeg nooit hoogte van je, van wat je wou of niet wou. Je was altijd zo onberekenbaar tegen mij en op andere punten dacht je zo rechtlijnig. Over de bezetters, de collaborateurs, over landgenoten die geen partij durfden te kiezen. Voor jou was alles wit en zwart, maar de tussentint en de schakeringen zag je niet. Het was wit en het was zwart, ook in jouw geval. Jij verwachtte een kind. Het kon ter wereld komen of kon worden weggemaakt. Wij hebben jarenlang een verhouding gehad. Je kon met anderen naar bed gaan en je kon het niet doen. Zijn daar schakeringen tussen?
Wat heb jij gedaan? Hetzelfde als jij. Je kon met anderen in het bed gaan of je kon het niet doen. Had jij dit kind willen hebben? Ja, wat wil je nou dat ik zeg? Ja, of waarom niet? Of het was ook mijn kind? Je hebt het geweten. Waarom heb je me dan niet van weerhouden? Toen was het al gebeurd. Want ik verwijt je niet dat je het hebt gedaan. Jij dacht dat je mij dan niet meer mocht lastigvallen. Jij dacht dat ik het wel niet zou willen en dat je het alleen moest opknappen. Zoals je later op de 16 juli blijkbaar wat anders alleen hebt moeten opknappen. Had dat iets met mij te maken? Nee, niet direct met jou. Met wie dan wel? Dat moet je me niet vragen. Geloof jij werkelijk dat wij niet uit elkaar zouden zijn gegaan als ik er was geweest? Ja. Dan zou je het hebben geweten en je zou er zijn geweest toen ik terugkwam. En als ik het tijdig had geweten van dat kind van ons, zouden we dan uit elkaar zijn gegaan? Dat weet ik niet. Ja, laat jouw geheugen hier nou weer steken of heb jij het weggedrukt? Zal ik het opfrissen? Je was 20 toen we elkaar ontmoet. Je hebt je die avond meer met hem hebben bemoeid dan met mij. Ze heeft me uren verveeld met over jou te praten. Ze vond je een onuitstaanbare man. De volgende dag heb ik je van je huis gehaald. Je had een grote koffer gepakt of je de hele tijd zou wegblijven. Wat mij betreft wel goed. Maar ik had al nooit op zee gezet en ik was niet veel waard aan boord. Je kon de fok hijsen en de kluivel bijzetten en je werd niet zeeziek, dat is al heel wat. Het is een goed schip en jij hield van het water. Een paar jaar later heb jij dat kind laten verdonkeren, mannen. En weer later heb ik jou op de 16 juli in de steek gelaten. Nou ben je 32. Je bent getrouwd en je hebt geen kinderen. Nou duik jij weer op. Niet voor mij, maar voor Jeannette. Ik kom bijna iedere zomer in deze haven. Altijd alleen? Ik ben graag alleen. Aan boord zijn het schip en de wind en het water meestal voor mij genoeg. Meestal? Als het kind een zoon was geworden, zou ik hem nu hebben meegenomen. Mij ook? Jou ook. Wat denk je dat het tussen ons was, Maria? Wist jij dat ik nu bij Jeannette was? Ik lig hier al een paar dagen. En ik heb je door mijn kijker gezien achter het venster. En op de kade. Ik krijg het koud. Het wordt ineens kil tussen die muren. Ik doe de vensters open. Er is nog zon. Kom bij me op de vensterbank zitten. Bijna bladstil. En als het een dochter was geworden, Simon? Die had ik ook meegenomen. Als boegbeeld. Misschien zou ze dan later met een dokter trouwen. Op een eiland gaan wonen en voor hem de apotheek doen. Wat was ik voor jou, Maria? Een man op wie je verliefd werd en die je bevrijdde van de boeman die je vader voor jou geweest is. Of een minnaar die je volkomen vrij liet om te doen en te laten wat je wilde en die kwam opdagen als jij het graag wou en die de benen nam als je genoeg van hem had. Hield je van mij? Al na een paar dagen verveelde ik je. Dat is niet waar. Je werd prikkelbaar omdat ik om je heen was. Zelfs aan boord werd je onrustig. Dan kon ik je niet erg lang met me uithouden. Dat is allemaal niet waar. Jij stuurde nooit bericht als je wou komen. Jij maakte nooit een afspraak. En ik moest wel op mijn gevoel, mijn intuïtie afgaan of je misschien kon komen. Misschien was het juist andersom, maar wilde jij dat ik kwam. Dan dacht ik dat ik naar je toe moest. Kijk. Een paar schoutjes. Die gaan onder de wal op paling vissen. Er zijn sportvelden achter de haven. Heb je die niet gezien? Wat werd je net? Ik kan het je schelen, wat moet je van me? Ja, wat moet ik eigenlijk van me? Ik kom het toch niet precies te weten. Wie weet wil ze je niet ontmoeten. Die kans zat erin, maar jij er bent niet meer. Oh, Jeannette zal heel beleefd en wat op afstand doen. Daar ben ik niet zo zeker van. Ze zal geen toespeling maken en zal niets ophalen omdat jij er bent. Ze heeft het je nooit vergeven dat je ineens niets meer van je hebt laten horen. En dan nooit hebt gezegd waarom ze niets meer voor jullie mocht doen. Dat hadden jullie haar moeten zeggen, want ze heeft heel wat gedaan. Heel wat. Ben je hier gekomen om het haar nu te vertellen? Dat is wel een beetje laat na de oorlog. Ze
Zij denkt dat jullie haar hebt laten vallen en dat jij daarvoor hebt gezorgd. Reden genoeg voor haar om je de deur uit te bonjouren. Is dat niet bij je opgekomen? Natuurlijk. Wat zou jij doen als ze jou nou eens liet vallen? Weggaan, naar mijn schip. En wat zou jij doen? Ik? Daar heeft toch niks mee te maken? Meer dan je denkt. Waarom het zwemmersnaam? Omdat het de 16e juli is. Wat blijft Jeanette? Wat doet ze? Ze is met vrienden naar het kerkhof geweest. Er staat een gedenkteken. Voor gijzelaars die zijn doodgeschoten. Voor Engelse vliegers die boven het water zijn neergehaald. Ja, die liggen nu ook. Voor Duitse mariniers. En voor onze mensen die bij de overval op de gevangenis zijn neergeknald. Oh, die overval was heel goed voorbereid. En het leek kinderspel, maar er is iets misgegaan. Er is een lek geweest. Niemand weet er het rechte van, ook Jeanette niet. Jij was in elk geval niet hier in de stad. Wat wil je daarmee zeggen? Dat jij er niks mee te maken hebt, vrouw. Dat ze jou gelukkig niet hebben opgepakt, zoals Jeanette. Jeanette is na een paar dagen weer vrijgelaten. Op voorspraak van wie? Weet ik het. Zij heeft je de tekeningen van dat gebouw bezorgd. En zij heeft er geen schuld aan dat die overval misging. Zij was toen nog helemaal van de kaart naar... Maar wat er was overkomen. Je weet nooit hoe zo'n gesprek loopt. Maar ik denk niet dat ik iets te weten kom. Maar van jou wil ik het wel horen wat er op die 16 juli is gebeurd. Wat jij hebt opgeknapt. Laat me met rust zien. Dat kan ik niet, lieve Maria. Ga op met je lieve Maria. Maar als ik jou op die dag de rotzooi niet alleen had laten opknappen, dan zouden we niet van elkaar zijn gegaan, heb je gezegd. En dat zou me welkom zijn geweest. Wat zeg je? Zou je dat welkom zijn geweest? Niet meer dan dat. Jij bent met je dokter getrouwd om van alles af te zijn. Lukt je dat? Ben jij van alles af? Ik denk er niet meer aan. Ik denk zo net er ook niet meer aan. Ach, jij haalt alles weer op. Al die jaren van ons en dat kind en die rotzooi, die afschuwelijke tocht. Welke afschuwelijke tocht? Houd toch op, ik wil het er niet meer over hebben. En ik wel. Ik denk wel aan jou en aan ons. Ik hield van je, heb je dat nooit geweten? En dat kind is niet geboren. Nou, wat ben ik nu geworden, lieve Maria? Een man met een schip dat zijn boegbeeld heeft verloren. Ah, ik weet het, ik ben wat kruut tegen je om het weer op te halen, maar je bent erg hardleers. Vroeger noemden ze jou een prachtvrouw, want niemand kon jou van je stuk krijgen en je kon lachen. Je kon lachen, ja. Daar is niet veel meer van overgebleven. Niet veel meer overgebleven dan groefjes op je mond. Je hebt een hele mooie mond. Ook nu nog. En je hoofd staat prachtig op je schouders. Maar je loopt niet meer zo rechtop als je deed. Ik ben 32, Simon. Alsjeblieft, ik word moe. Je maakt me zo moe. Ik weet dat ik het kind niet had mogen laten wegmaken. Om ons niet. En het kind niet. Ik zat erg graag op de boeg gespriet. En stond op de stagen eronder. We zakten met de golven meter over je knieën het water in. Wat een touw om me doen. Dat ik er niet af zou slaan. Het duurt een poosje om het schip op zee door de wind te krijgen en iemand op te vissen. Als je hem tenminste ziet. Hoor je het, Simon? Dat moet veel net zijn. Het is warm in een mantelpakje. Simon, is er... Zo, kijk eens aan. Simon? Ben je weer geïnteresseerd in de gevangenis? Het is nu een opslagplaats van gemeentewerken. Hoe gaat het wel met je? Wat zie je er somber uit, Jeanette? Er waren veel bloemen bij het monument, Maria. Toch niet in de rouw? Zijn jullie bijgepraat? Oh ja, ik ben hier al een poosje. Ik zie dat je wat te drinken hebt gegeven. Als oud vriend des huizes. Daar hadden we behoefte aan. Zij stond onverwacht voor mijn neus. Ik kende de weg. Jij laat je ook makkelijk overrompelen, Maya. Niet altijd. Door jou toch wel. Ik heb er genoeg voor je gewaarschuwd. Iedereen laat zich wel eens overrompelen. Bij toeval. Of door zijn gevoelens. Wat moet je hier? Hij kwam voor jou. Hij riep jouw naam en ik was in de slaapkamer. Had ik hem soms moeten wegsturen. Daar heb ik meer reden toe dan jij. Ik dacht dat jij onder de douche stond, Jeanette. Dat deed ik immers altijd als je van je werk kwam om de dag van je af te wassen. Deed ik dat? Dan had je het weer eens mis. Ik heb vandaag een vrije dag genomen. Dat had ik begrepen. Ik lig al een paar dagen in de haven. En vandaag kun je de toren zien en wie de ramen open doet.
Je hebt het wel erg lelijk modern gemeubileerd hier. Past dat wel bij je donkere mantelpak en het zwarte hoedje? Ik heb gezien dat Maya bij je was. En je bent me voorbij gelopen toen ik op een meerpaal zat aan de kade. En jij met een paar mensen het weggetje naar het kerkhof insloeg. Ik ben ook op dat kerkhof geweest, want er liggen een paar vrienden van me begraven. Die als rat in de val zijn doodgeschoten. Er liggen ook vrienden van mij. Jullie zullen wel even wat te praten hebben gehad over de oude tijd. Maria is nu de hemel zijn dank met een rechtschapen man getrouwd. Kom, drink nog eens wat. Jij, Maria? Ik wil ook wel een glas. Dan kunnen we drinken op onze hereniging. Of heb je liever dat ik je met hem alleen laat, Maria? In een uurtje kunnen jullie als verjaard liefdespaar toch geen jaren overbruggen. Misschien gaat hij dan wel uit zichzelf weg. Lijkt me beter dat ik hem met jou alleen laat. Wij hebben elkaar niets meer te zeggen. Het ene woord lokt gewoonlijk het andere uit. Is dat je bedoeling? Ik wil niet. Ik wil het nergens meer over hebben. Het heeft geen zin. Ik ga liever een straatje om. Praat jij wel met Jeannette? Over wat? Ieder van ons is de derde in ons ritual. We zitten er met z'n drieën weer middenin en jij wilt niet eens weg, maar ja. Je zou maar zenuwachtig rondlopen en bang worden. Waarvoor in hemelsnaam? Dat ik te veel zou zeggen, of te weinig. Je zou haastig terugkomen omdat je niks van missen wilt. Zeg wat je te zeggen hebt, Simon, en laat ons dan met rust. Het komt me voor dat ik jullie al heel erg lang met rust gelaten heb. Ik wacht nog altijd op een verklaring. Een verklaring? Waarvoor? Dat jullie me als een stuk vuil aan de kant hebben gezet. Niemand van jullie is ooit nog bij me geweest alsof ik ons doodverklaard. En jij hebt het lef gewoon maar binnen te stappen en te doen of je van niets weet. Ik wilde zien hoe je eruit zag. Dat heb je dan gezien. En wat er van je geworden is? Van me geworden was? Wat gaat je aan? Wat verbeeld je je wel? Je hebt je huis anders ingericht. Wou je een nieuw leven beginnen? Met jullie heb ik in ieder geval afgedaan. Je bent forser geworden. Een beetje zwaarder. Nee. Ik heb jou eigenlijk niks te zeggen. Wou je soms ook eens zien wat er van mij was geworden en hoe ik eruit zag? Jou heb ik al wat te zeggen. Kijk eens. Er komt nog een schip. Daar binnen tussen de haven ligt. Groen en rood zijn magische kleuren op het water. Er staat een beetje wind. Hij vaart op zijn motor. Een beurtschip. Dat komt hier tweemaal in de week. Wat is dit voor prietpraat? We zitten hier niet gezellig bij elkaar over een mooie zomeravond te praten. Die dromen zijn voorbij. Het is geen droom. Je kunt het allemaal zien en horen. Als je nieuwsgierigheid bevredigd is, ga dan liever weg. Je hebt me nu gezien. In een donker mantelpak en een hoedje met een rauw sluiertje. Je wordt een beetje grijs hier. Je bent een hoofd groter dan Maria en jij hebt geen viooltjes blauwe ogen. Nee, die jouwe zijn groen, is het niet? Het is nu wel genoeg, Simon. Waarom ben je niet getrouwd? De directeur zal wel gecharmeerd van je zijn en zich afvragen wie je vriend is. Maar jij hebt met jou haar plezier wel opgekund. Hou je stil, Jeannette. Het ene woord lokt het andere uit. Ik heb met Simon ook een appeltje te schillen. Een appeltje met rotte plekken? De abortus van Maria. Dat heeft Simon niet geweten. Of de overval op de gevangenis die onze mensen niet hebben overleefd, heb je bloemen naar hun graf gebracht. Jij hebt een paar dagen in die vensternis gezeten van waar je kon zien wat er bij de gevangenis gebeurde. Ik heb je de tekeningen ervan bezorgd. En het heeft me moeite gekost het te pakken te krijgen. Ik wist ook wanneer de schepen van de patrouille toch zouden terugkomen. En ik wilde het risico niet lopen dat je in de buurt van de toren werd aangehouden of naar binnen werd gevolgd. Ik ben die dagen dat ik bij jou was niet buiten geweest. Maar ik vond het verstandiger dat je hier weg was. En ik heb jullie naar dat pakhuis gestuurd waar jullie veilig konden blijven. Met een bed en eten en drinken voor minstens een week. En daar kwam dat mannetje met alle gegevens die ik te hebben moest. Is er iets misgegaan met die overval? Of ze zijn in de val gelopen. Dat mannetje was een gepensioneerde bode van het gemeentehuis, wist je dat niet? Ik heb hem nooit eerder gezien, hij stond ineens op mijn neus. Hij had ook een sleutel van het pakhuis en had maar een hagenschild of ik was hem te lijf gegaan. Ik wilde hem niet bij mij thuis laten komen. Het was voor jou te gevaarlijk bij mij te blijven, of je het wilt geloven of niet. Bang voor huiszoeking? Bij mij? Wel, nee. Verwachtte je bezoek? Bezoek? Jij hebt natuurlijk de praatjes over mij gehoord. Wat geeft het? Ja. Misschien kreeg ik bezoek. En dat risico mocht ik voor jou niet lopen. Wel voor mij.
Jij bent de volgende dag uit jezelf gekomen. Jij verwacht een bezoek van de Duitse commandant van een van die marineschepen. Ze hadden afweergeschut, zware mitrailleurs en een bemanning van 20 koppen. Heeft hij je inlichtingen gegeven? Nee. Ik heb ook eens contact met een officier gezocht. Moeten zoeken. Ik heb hem een haar nog voor geblondeerd, ben met hem uit geweest en heb een afspraak met hem gemaakt die ik heb gehouden. Je hebt hem niet bij je thuis ontvangen, je hebt hem opgevrijd. Ik ben met hem naar bed geweest. En je bent te weten gekomen wat je weten wilde. En jij zo net. Heb jij je Duitse vriend ook opgevrijd? Heeft hij net als ik in die vensternis gezeten, of op de bank die je met al die antieke spullen hebt opgeruimd? Zulke oude meubels houden luchtjes vast, is het niet? Maar ik heb gezien dat je je slaapkamer hebt gelaten zoals die was. Een breed bed met donzen dekbed, de kaptafel die met gebloemde stof is bekleed en het etageretje met snuisterijen die een vrouw als herinnering bewaart. Er liggen schelpjes op die je waarschijnlijk met je vriend van het Noordzeestrand hebt opgerapt, waar niemand van ons komen mocht. Er liggen Engelse vliegeniers op het kerkhof begraven. Een Duitse zeelieden. Dat is de ware verwoedering. En hij, hij ook. Op zijn graf lagen bloemen, die jij er vanochtend naartoe hebt gebracht. Jij dacht waarschijnlijk dat er zo vroeg nog niemand op het kerkhof zou zijn, maar ik was er. Ik heb op je gewacht, anders had ik dat graf niet eens gevonden en niet eens geweten dat die hoe heette. En vanmorgen was je niet in het zwart zoals vanavond. Vanmorgen liep je in een zomerjurk. Zoals elk jaar? Elk jaar. En jij komt dan hier, Marja, om je zuster bij te staan in haar verdriet en de herdenking van de dood van die Hugo. Op de 16e juli. Wat gaat dat jou aan? Jij hoort tot de onverzoenlijke voor wie iedere Duitser medeplichtig is aan wat in de concentratiekampen is gebeurd. Jij ziet nog altijd in elk Duits uniform een fascist en op elk hoofd een pet. Jij kunt je niet voorstellen dat Hugo een goed mens was. En nog minder dat hij van me hield. Heb je hem die gegevens over de gevangenis afgetroggeld? Ik heb hem niet uitgehoord. Kon je dat niet over je hart verkrijgen? Ik had medelijden met hem. En ik bewonderde hem, hoor je? Ik bewonderde hem. Want hij vond de oorlog verschrikkelijk. Hij schoot Engelse vliegers neer die 's nachts overkwamen. Zijn vrouw en kinderen zijn bij een bombardement om het leven gekomen. Zeg je dat niet? Hij haat het militaire gedoe. En hij kwam tot zichzelf als hij bij mij zat. Ja, Simon, op die bank die ik heb weggedaan. Want ik kon het niet verdragen dat Hugo er niet meer was. Hij was een heel gevoelig mens. Die veel had gereisd en gelezen en zijn klassieke dichters uit het hoofd kende. Was dat niet in jouw beeld van een vijand? Blijkbaar heeft hij een tedere snaar bij jou gelaagd. Tedere snaar? Ik hield van hem. Begrijp je? Ik hield van hem. En het lucht me op dat ik dat tegen jou kan zeggen. Dan is een uniform belachelijk en onbelangrijk. Even onbelangrijk of belachelijk als bezetting of deportaties. Hij dacht er aldoor aan om te deserteren, maar dat kon hij niet. Zijn eed... Zijn eed heeft hem medeplichtig gemaakt. Alleen aan de oorlog. Jij wist dat in 1944 bijna alle Joden waren uitgeroeid. En jij wilt niet geloven dat er goede Duitsers zijn geweest. Er zijn bij goede Duitsers gefusilleerd of omgekomen in concentratiekampen. Mijn landgenoten hebben me met de vinger nagewezen omdat ik hem ontving. Omdat hij mijn vriend was. En je minnaar. Mijn geliefde, ja. Moet ik dat soms verloochenen? Dat kun je moeilijk, want iedereen weet het. Ze hebben me ervoor ontslagen. Ik heb je gewaarschuwd, maar je werd woedend en zei dat je je hart moest volgen. En dat het enige was wat er voor een vrouw op aankwam. Ja, dat heb ik ook gedaan. En dat is me meer waard geweest dan wat ook. Pauw alleen. Een knappe man in uniform die zijn leed kon klagen. En vlakbij een bed. Ik heb er geen spijt van. Je ging met hem naar bed en je wilde bovendien een van de onze blijven? Jullie hebben me doodverklaard. Iedereen heeft me links laten liggen en ik had meer dan genoeg gedaan. Ik heb jou toch ook de tekeningen van die gevangenis bezorgd? Hoe kwam je eraan? Uit het Rijksarchief. Ze hebben me opgehaald en verhoord. Maar dat jouw vriend Hugo in het water was gevonden? Ze vertrouwden me niet. Ze dachten dat ik er iets mee te maken kon hebben. Ik? Ze hebben je gauw weer losgelaten. Ja, natuurlijk. Ze waren vriendelijk tegen me. Ze wisten wel hoe het tussen hem en mij stond. Wie is de schuld dat onze jongens bij die overval in de val gelopen zijn? Waar zat het lek? Ik weet het niet. Bij jou? Bij mij? Wat zeg je? Waar beschuldig je mij van? Eén woordje te veel in bed. Een woordje dat niets te betekenen schijnt en hem op een spoor heeft gebracht. Ik heb geen schuld. Dat woord heb jij gezegd. Kwelt het je? Denk jij dat ik schuldig ben? Je kunt iets hebben laten vallen zonder dat je het wist, zonder dat je het wilde. Denk je niet dat het mij dwars zit hoe het is uitgewerkt?
Ik heb me zo vaak afgevraagd wat ik kan gezegd hebben. Maar het is allemaal vervaagd. Ik weet het niet meer. Ik kan het niet achterhalen. Ik weet niet eens meer waar ik Hugo voor het eerst ontmoet heb. Zijn schip lag vlak bij de toren. Ik weet niet eens meer hoe het tussen ons is verlopen. Ik heb niets van hem. Zijn foto's en zijn brieven heb ik verbrand. De bed, de kaptafel en het etagerretje met souvenirs heb je gelukkig nog. Die man ligt hier ook begraven, Simon. Met zijn naam op een kruis en de datum. Hij is verdronken. En niemand weet hoe het gebeurd is. Zijn eigen mannen hebben hem gevonden. In uniform. Daar ginds. Op die strekdamp. Niemand heeft gezien of hij met een bootje naar buiten is gegaan. Een bootje waarmee hij wel eens zeilde lag in de haven. Is nu genoeg, Simon? Word ik jou soms bidden en smeek of je me weer in genade wilt aannemen omdat ik een man heb liefgehad die is omgekomen? Een Duitse vriend die is verdronken. Oh, speel niet voor rechter alsjeblieft. Dat past jou helemaal niet. Wat heb jij Maria aangedaan? Wat jammer dat dat oude mannetje van het gemeentehuis niet meer leeft. Want hij zou bij ons drie in de vierde moeten zijn. Waarom? Omdat hij bij ons in het pakhuis is gekomen en alle inlichtingen had. Hij liep nog altijd op het gemeentehuis in en uit. Hij gedroeg zich een beetje gek en niemand verdacht hem. De Duitsers moeten precies hebben geweten hoe de overval op de gevangenis zou worden uitgevoerd. Ze hebben onze mannen kalm door dat poortje aan de andere kant naar binnen laten komen. Ze hebben niks gedaan toen de wacht werd gekneveld in het wachtlokaal waar de sleutels van de cellen hingen. Ze hebben ze halverwege de trap laten komen en toen hebben ze neergeschoten. Alleen de man die buiten op wacht stond is ontkomen. Weet jij waar het lek zat, Jeannette? De informaties van verschillende mensen zijn gecombineerd. Niemand van hen wist alles. Behalve dat oude mannetje dat een beetje gek deed. Ja. Ja, hij wist het. Daar heb ik nooit aan gedacht. Hij heeft het kunnen overbrieven. Troost je dat, Jeannette? Misschien. Hij heeft het kunnen verraden, maar dat weet ik ook niet zeker. Misschien, ja. Ben je hier gekomen om me dat te zeggen? Het zal je niet verhelpen, denk ik. Waarom ben je dan gekomen? Ik wilde jou op het kerkhof zien bij het graf van die man. Je mag het volgend jaar niet vergeten om bloemen te brengen naar de mensen die in de gevangenis doodgeschoten zijn. Die zijn op een andere manier gestorven dan Hugo. Hugo is verdronken en op de strekdam gevonden. Het is je benauwd. Er komt geen onweer. Wat heb je, Maya? Ik krijg het benauwd. Jeannette. Geef hem wat te drinken. Ga weg, jij. Ga weg. Je hebt genoeg aangericht. Je hebt onze limieten in de haas. Moeten we het vergeten? Wat heb je nou toch, liefje? Waar ben je zo van streek? Kom, drink mama wat. Oh, je rilt helemaal en huilt nog. Dan maak je nog niet van streek. Kom, veeg die tranen van je gezicht. Hij is weg. Hij heeft zijn werk gedaan. Simon, ik ga mee. Ik moet een beetje mee. Wat doe jij hier? Ik ben je achterna gegaan. Dan zag je nergens meer. Hoe lang zit jij hier al? Een poosje. Het is na 12. Ik heb het koud gekregen. Lekker juist, dus op slot. Kom binnen. Licht gekregen? Mm-hmm. Op de accu. De petroleumlamp hangen dan nog. Als reserve? Je hebt het toen binnen wit laten schilderen. En boven mijn bank nog een kastje laten maken. Dat was ik altijd al. Wat kom je hier nou nog doen? Het is bijna volle maan. En er staat wat wind. Ik ben een beetje verkleumd. Geef me een jekker. Die hangt naast je.
Ga dan naar Jeannette terug en lekker naar bed. Natuurlijk nog niet. Jeannette is natuurlijk van streek. Ik kan er met haar toch niet over praten. Waarom? Het is elk jaar hetzelfde. Elk jaar vertelt ze me het hele verhaal. Wat wil je dan? Vind je het gek? Ik wil naar buiten. Het water op. Het is oostwind. Je moet op de motor de haven uit en dan kun je het groot zeilen bijzetten. Dat is genoeg. Wat ga je in je hoofd? Nou ineens, midden in de nacht? Dan moet je buiten. Ga liever naar bed. Wil je het niet voor mij doen? Weet zo net dat je ermee toe bent. Ze weet dat ik je achterna ben gelopen, maar verder weet ze niets. Helemaal niets. Je hebt er wel erg hard aangepakt. Ze zal op je wachten. Ik denk dat ze erbarmelijk heeft gehuild. Dat ze naar bed is gegaan en doodmoe in slaap is gevallen zonder het licht uit te doen. Is het waar van dat mannetje van het gemeentehuis? Heeft hij de zaak verraden? Misschien. Ik denk het niet. Ik wil naar buiten zien. Het water op. Naar de eiland. Niet zo ver. Het is niet zo ver hier vandaan. Maar het is nacht. Toen was het ook nacht. Wat bedoel je met toen? We zijn hier samen nooit geweest. Nu is het onze beurt. Nu moeten wij. Wacht tot de zon opkomt. Dat wil ik niet. We zitten er weer middenin. En nou kan je me niet in de steek laten. Houd wel eens mee op. Ik heb je niet in de steek gelaten. Ik moest weg. We zaten op me te wachten. Maar je was er niet. Je was er niet. Alsjeblieft, Simon. Goed, best. Anker ophalen. Maak de touwen achter los. Van de boot af. En haal de stoktussens binnen. Ik wil niet helemaal op de motor. Je moet de zeil erbij zetten. Het dekzeil er dan af en zet de kraanlijn vast. Je bent het nog niet verleerd, zie je. Jij moet het zeil hijsen. Ik zal het roer nemen. De lichten, Simon. We zijn al aan. Bakens. Je moet een beetje hogerop. Je moet in de vaargroep blijven. Ja. Ja, zo is het goed. Daar is de strek dan. Huh? Jeannette heeft het licht laten branden. Groen en rood zijn magische kleuren, zei je. Of het water. Waar vaar je naartoe? Een paar mijlen vandaan ligt een baken. Het was toen niet zo helder als nu. Er was geen maan. Er kwamen vliegtuigen over. Die zijn er niet meer. Toen ben ik eerst dicht onder de wal gebleven. Ondiep. En daarna voer de wind ballast voorbij het baken gezeild. Een heel eind voorbij. Dat moest wel. Anders had hij. Ik kon niet te dichtbij blijven. Ik begrijp je niet. Hij zeilde ook wel eens. Wie? Een vriend van Jeannette. Oh. Ja. Zijn vrouw en zijn kinderen waren omgekomen. Hoeveel V1's zijn er op Londen gevallen? Ze had medelijden met hem. Ze vertrouwde hem?
Misschien heeft hem willen bewijzen dat ze hem vertrouwde. Door iets los te laten over die overval. Ze was belachelijk verliefd. Ze is manziek. Hij was een knappe man. Hoe weet jij dat? Toen jij ineens uit het pakhuis was verdwenen en niet meer opdook, ben ik naar Jeannette toegegaan. Jij dacht toch niet dat ik bij haar zou zijn? Ze was aan het koken en nam me mee naar binnen. Ze was heel opgeruimd. Hij zat er en Jeannette zei, dit is nou mijn zuster, Hugo. En dit is mijn aanstaande man. Ik ben zo blij dat jullie elkaar leren kennen. De oorlog kan niet lang meer duren en dan komt hij bij me en dan gaan we trouwen. En wat deed jij? Wat moest ik doen? Recht zo'n keert maken? Er was een neven en wijn aan tafel. En Jeannette bracht een toast uit op alle mensen die van goede willen zijn enzovoort. En op de toekomst... Als alles vergeven en vergeten zou zijn. Hij kon zich maar niet voorstellen dat Jeannette en ik zusters waren, omdat we helemaal niks op elkaar leken zijn. En hij dronk ook op de toekomst van ons allemaal. In uniform? Een burger. Jeannette had burgerkleren voor hem. Hij was een forse man. Net goed voor Jeannette. Als hij maar geen Duitse officier was geweest. Ik had in geen tijden zo lekker gegeten. In 44. Ben je er soms ook blijven slapen? Met een stel naast je. Oh nee. Daar paste ik wel voor op. Want hij wilde alles van me weten. En hij wist al dat ik in een mooi huisje woonde dat erg afgelegen lag. Hij vroeg, wat blijft er vannacht? Hier? Maar ik zei, nee. En toen zei ze net opeens dat ik hem moest helpen. Dat hij uit de zaak wilde knijpen. Wilde deserteren en dat ik hem daarbij moest helpen. Ik zou hem veilig bij mij kunnen opbergen. Tot de oorlog voorbij was. Waar je van? Hij hing een roerend verhaal op, alsof hij was geronseld. Omdat hij een buitenman was en veel van de bossen hield. Belachelijk. En toen Jeannette afruimde en niet in de kamer was, zei hij veelbetekenend, u wilt toch niet dat uw zuster wat overkomt? Of uzelf? Of uw vriend met wie u een paar dagen in het pakhuis hebt doorgebracht. Was het daar niet erg primitief? Of was het helemaal niet? Kijk, Simon. Komt een beetje nevel op. Dat zijn witte wieven op het water. Dode zielen. Hij wist het dus. Dat wij er waren. En waarschijnlijk ook van die overval. Hij bekeek me van top tot teen. En toen wist ik dat hij te veel van Jeannette en van mij en van jou afwist. Hij wilde Jeannette... En jou erbij? In ruil voor wat? Hij had zin in me. En toen speelde ik het spelletje maar mee. En zei... Je zei dat ik je best wilde helpen. Dat ik dan met hem moest praten. Maar dat Jeannette er natuurlijk niks van weten mocht. Hij vroeg wanneer. En ik zei, kom vanavond tegen 12 uur bij de jachthaven. Er ligt een kajuitbootje aan de voorste steiger. Dan gaan we naar buiten. 'S Nachts mocht niemand naar buiten. Maar hij wel. Zo is het gebeurd, Simon. Je bent al een eind uit de val. Ik kan het braken zien. Een ton met een stok erop. Ga je nog verder? Jij wou toch met alle geweld weten wat er die 16 juli is gebeurd. Trek het zelf dan, het begint een beetje harder te waaien. We zijn niet aangehouden toen we de haven uitvoeren. Hij had natuurlijk orders gegeven. Niemand heeft mij aangehouden toen ik terugkwam. Ik had ook geen licht. En wat toen? Het was een lang kajuitbootje. Ik hield het roer en hij zat naast me op het gangboord. Ik heb hem wat met me laten vrijen. Tot er een dikke windvlaag aankwam. Het leek er een spelletje.
Hij omhelsde me en ik wrong me los. En toen heb ik de windvlag in de zeilen laten vallen, zodat het bootje bijna plat kwam te liggen. We lachten allebei. En hij lachte nog toen hij in het water plonsde. Zijn bed heb ik hem achterna gegooid. Het was heel eenvoudig, Simon. Ben je in de buurt gebleven? Ja. Hij kon niet samen. Hij is niet meer boven gekomen. Het was gek dat hij helemaal niet heeft geschreeuwd of om hulp geroepen. Het baken zie ik hier niet. Hier is het ongeveer gebeurd. En neem jij nou het roer. Ik ben koud. En erg moe. Na een tijdje ben ik teruggezeild. Heb het bootje afgetuigd en ben tot de volgende morgen in de kajuit gebleven. Alleen het schip van hem lag aan de kade. De anderen waren op patrouille. Niemand heeft me blijkbaar gezien, want ik ben gewoon de stad uitgelopen. Ik heb er 3 dagen over gedaan, voordat ik weer thuis was. Mijn huis kracht me. Ik doe het moest zien. Ga naar binnen, er liggen dikkers onder de bank. Ik zal het roer vastzetten. Simon, ga terug. Alsjeblieft, ga terug. Ik ben bang. We liggen niet in de route van zeeschepen. Van wie was dat kajuitje? Van iemand die op het gemeentehuis werkte. Ik heb hem gewaarschuwd dat hij voor die nacht een heel goed alibi moest hebben. Maar ze hebben hem niet eens gehoord. Want daarbij had ik je hier kunnen helpen. Je had er moeten zijn toen ik terugkwam. Je hebt het toch best alleen afgekeken. Dan had je het geweten. En dat zou net zoveel hebben betekend als we het samen hadden gedaan. Dan zou je me niet hebben moeten overgelaten. Heb je last van je geweten? Alleen als ik zie dat je net er nog verdriet van heeft. Dat moet je je maar niet te veel aantrekken. Jeannette heeft wat losgelaten. En haar geliefde Hugo heeft ervoor gezorgd dat onze jongens zouden worden neergeknald. Jij hebt er maar voor gezorgd dat de weg geruimd is te laat. En je hebt Jeannette ervoor behoed dat ze later voor Duitse hoeren werd uitgekweten. En dan is het een goede kracht op de kamer van Koopgewallens heeft ze het corriol omheen van een vrouw wie grote liefde tragisch om het leven is gekomen. Dat is bijna net zoveel als ze. Of ze een oorlogsweduwe is. Niemand neemt het haar meer kwalijk dat ze met een Duitse officier heeft gehouden. Maar jij hebt bij zo net de indruk gewekt dat het oude mannetje de zaak wel eens zou hebben kunnen verraaien. Net weet heel goed dat hij het niet heeft gedaan. Voor 8 jaar. Nee. Waarom zou ik een vrouw voor 8 jaar met de mannen betrekken? Waarom wil hij haar zien? Om haar te laten merken dat ik niet geloof in dat sprookje dat zij ervan gemaakt heeft. De grote liefde. Verbroedering op het kerkhof. Maar het ging me ook niet om haar. Ik wist dat jij er was. Gaan we terug, Simon? Wil je dat werkelijk? Jeannette slaapt met het licht aan. Bij mij. Ik kan het niet zoals kiesbaar. Hoe laat is het? 2 uur. Heb je slaap? Weet je goed? Je hebt een vreedspelletje met haar gespeeld. Verschrikkelijke dingen die hebben gezegd en alles bij haar weer overhoop gehaald. Het ene woord loopt het andere uit. Jij denkt dat jouw waarheid voor iedereen geldt. Mijn waarheid is niet van haar besteed. Bovendien had ik het niet tegen haar. Maar dat is jou. Ik heb geen Duitse vriend gehad. Doe niet zo onnodig. Ik had toch niets met die man te maken? Behalve dat je het man zeven hebt gebracht. Waarom heb je me sindsdien aan mijn lot overgelaten? Maar ja, wij zaten allebei in een gat waar we moesten proberen uit te kruipen. We werden allebei in beslag genomen door andere dingen die we belangrijker vonden dan elkaar. En we wilden
alle twee elkaar niet in gevaar brengen. Een liefdespaar raakt aan elkaar gebonden. En dan wordt het in die situatie onbetrouwbaar. Liefde? Simon. Of een verhouding. Wat was het, Maria? Wat is het? Als wij die man samen om zeep hadden geholpen, dan zouden we toch van elkaar af zijn gegaan. En als het kind was geboren? Dan ook. Wat had ons dan wel bij elkaar kunnen houden? Niets. Nee, niets. Het liep zo tussen ons omdat het zo lopen moest. Ook vandaag. Ook vandaag. Het lijkt op een schaakspel, vind je? Want door een spel dat lang kan duren tot de stukken tegen elkaar worden afgeruimd. Ik heb het stuk van Jeannette opgeruimd. Moet ik het met het andere open? Je man. Moet ik? De man? Je man. Dat ben ik. Wat moet ik doen? Je hoeft niets te doen. Tot er een beetje licht. En jij? Wat doe jij nu? Ga je terug? Kom met mij. We kunnen in de middag bij de sluizen zijn. Als het een beetje mee zit, worden we nog geschud. Dan is het app. En dan gaan we naar de wacht. En naar de eilanden? Zoals toen. Verder. Hij is een pessimist. Het zal hem niets verbazen. Hij wist het wel, denk ik. Van jou. Ga aan de roer zitten. Let op het kompas. Je moet een beetje afvallen. Doe het noordwesten. Straks zet ik de half in erop bij. Wat een mooie dag. Wat moet ik met hem? Hij moet het allemaal weten. Van ons, van het kind, van Jeannette, van Hugo. Hij is een goed mens, in wiens schaduw ik niet kan staan. En als hij een pessimist is, dan weet hij wat ons bindt. Onze verhouding? Of was het... Of is het liefde, Simon? Wat is dat liefde, Maria, liefde? Dit schip? Het eerste daglicht dat we nou zien? Kijk, er komt al wat kleur op het water. En daar grint zich het schip voor anker, een ding. Jij als boegbeeld met een touw om je middel en nu en dan tot je middel in het water. Of jouw huisje tussen de hoge bomen en het bloemperk in het park. Heb je nog kans. Straks moet je wat eten en dan krijg je verse koffie. Let op het roer, je loopt uit de koers. Wat zou het anders kunnen zijn, ik wil maar je dan niet. Wat een dag. Geef mij dan maar het roer. Maak wat te eten en de licht uit, het is bijna dag. Je hebt geluisterd naar Toer en Eindspel, geschreven door Johan van der Wouden. De opdeling was als volgt. Simon Jan Borkes, Maria Eva Jansen, Jeannette Willy Bril. Inspeciënt Henk van der Steeg, techniek Ad van der Ven, regie Jacques Besançon.